Mijn naam is Rudy Gerard, ik ben directeur bij het waterschap Rijn en IJssel. En wij beheren het water in Oostelijk Gelderland en een stuk van Overijssel. Dat doen wij al meer dan 700 jaar. Het hele gebied is ongeveer 200.000 hectare. Het bestaat uit 4.000 kilometer watergangen, 80.000 assets, 30.000 kunstwerken. En dan kunt u denken aan bruggen, stuwen, gemalen, etc. Als waterschap staan we voor verschillende uitdagingen. Een belangrijke uitdaging de komende jaren is klimaatverandering. We zien ook dat problemen steeds complexer worden en oplossingen ook steeds meer vragen. En dat kunnen we niet meer alleen. En dat betekent dat we toegroeien naar een netwerkorganisatie. We gaan de problemen en de complexiteit van die problemen samen met partners moeten we die oplossen. Belangrijk bij die samenwerking is dat wij kunnen beschikken over de informatie, zowel van het gebied als van onze assets. En die informatie die moet tijdig beschikbaar zijn, moet ook volledig zijn. En hij moet ook in de gewenste vorm tot ons komen. Zodat wij ook als directeuren, bestuurders, ketenpartners snappen wat die informatie ons wil zeggen. Ja, en daarmee is ontsluiting via GIS-applicaties heel belangrijk voor het waterschap. Als waterschap hebben we de overstap gemaakt van INSIS Iris naar Geonis Blauw omdat het INSIS Iris verouderd was. Met het nieuwe GIS-platform, gebaseerd op ArcGIS met daarop een configuratie die we Geonis Blauw noemen, zijn we in staat om de gegevens die we dagelijks nodig hebben voor ons werk snel en efficiënt te beheren en vast te leggen. We zijn met een aantal andere waterschappen als eerste ingestapt in deze ontwikkeling. De configuratie is in samenwerking met SRI MUG en LADFV ontwikkeld. Een spannende stap, maar zoals we in de Achterhoek zeggen, vaak ben je te bangen. Of met andere woorden, soms moet je lef hebben. Naarmate we onze data beter op orde hebben en ook de data van andere overheden en partners steeds beter beschikbaar komen, zien we een verandering in het gebruik. Was dat oorspronkelijk veelal aanbod gedreven? Tegenwoordig slagen we ook steeds beter in om de vragen vanuit de werkprocessen op tafel te krijgen en daarop in te spelen. Het afgelopen jaar hebben we met verschillende afdelingen in tal van werkprocessen waarde kunnen toevoegen door de inzet van GIS. Als coördinator calamiteitenzorg vind ik het erg belangrijk dat we een actueel beeld van de situatie in het veld hebben. Als je nou kijkt naar een hoogwatersituatie, dan zijn onze dijkwachten uitgerust met de Collecta-app van ArcGIS. Met die app gaan ze het veld in, hebben ze altijd de juiste informatie bij zich en kunnen ze hun bevindingen in real-time delen met de dijkposten en met het actiecentrum. In het actiecentrum Waterschap, daar komt alle informatie bij elkaar. Daar zitten adviseurs, specialisten, daar zitten beslissers, dus mensen die de besluiten nemen wanneer het nodig is. De informatie die komt bij elkaar en op basis daarvan anticiperen de mensen en zetten ze acties uit en nemen ze besluiten. Als programmeur watersysteem ben ik verantwoordelijk voor het totaaloverzicht op de projecten. Dat doe ik voornamelijk in Excel, maar dan heeft niet iedereen het overzicht. Dus ik heb de koppeling gemaakt van Excel naar de ArcGIS kaart. En daarin heeft iedereen een beeld van de beleidsopgave, de voortgang en de status van de projecten. En dat helpt ons om ons werk beter te doen en de interne processen lopen daardoor ook beter. Als GIS-professional in deze organisatie is mijn takenpakket wel gewijzigd. Waar ik vroeger veel aan de achterkant bezig was, werk ik nu veel meer samen met medewerkers van de afdelingen om hun de kaart in handen te geven. En dit doe ik via toegespitste informatieproducten voor de betreffende doelgroepen. Zo heeft de afdeling Waterbeleid recent gebruik gemaakt van onze informatie en hiermee een storymap gemaakt. Hiermee krijgen de bestuurders inzicht in de actuele situatie van grote projecten die nu spelen en de status van de bijbehorende prestatieindicatoren. Waterschappen en gemeenten hebben een gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat om goed waterbeheer en het bijbehorend gegevensbeheer. Zowel voor rioleringsbeheer als rond de BGT werken we daarom intensief samen. Door actuele data uit te wisselen geven we inzicht en overzicht. En dat biedt nieuw handelingsperspectief voor zowel de collega's van het waterschap als voor de gemeenten. Het GIS-platform helpt om de uitwisseling van data te faciliteren. We doen dit bijvoorbeeld door het delen van open data, maar ook door actief met de rioolspecialisten van de gemeente te gaan zitten om te bespreken hoe de uitwisseling van data vorm moet krijgen. GIS staat centraal in ons werk. En GIS is heel belangrijk om in het juiste format, in de juiste beelden, de informatie aan die personen beschikbaar te stellen die er ook op de juiste manier iets mee kunnen. Zowel voor de techneut, als de directeur, als de bestuurder. En dat is heel belangrijk.